ik denk aan het woord ontaarden. Als je elektriciteit hebt, dan heb je aarde. De overspanning gaat de grond in. Hier ontaard je. De grond helpt je mij om daar weer rustig te worden. Ik ben Sietse Koop, want ik ben woonachtig hier in Jernveen. In mijn eigen leven heb ik 39 hier bij de post werken. Dat spul van je eigen tuin, dat is vele malen lekkerder dan dat bij een supermarkt heb je. De smaken, alles. En de beleving dat het van je eigen tuin komt. En dan ging ik een stapje verder naar de kale grond momenteel. Nou, de groenten die daar ook komen. Op het moment dat het dan kleren, daar heb je zo'n voldoening van. Want je hebt wat zie je erin gehoord. Dat komt dan lekker op en dat groeit uit. En op een gegeven moment is het kleren. En als een plantje praten hoorde, zou je zeggen van nou ook bloeien. Maar dan ieder wij hem op. Ja, dan is hij op zijn lekkerst. We zijn hier op het Volkstuincomplex hier in het meer. Heerenveen dus. Ongeveer een complex van 3,5 hectare. Wat eigendom is van de stichting Volkstuin. Nou ja, en de leden die vinden dat ik dan voorzitter wezen moet. Nou, ik heb er zelf ook wel aardigheid aan. Ik kan alles hier in kwijt wat ik kwijt wil. Ik heb hoofdzakelijk dus de peulvruchten en dan moet je denken aan tuinbien, droegebien, woordbientjes onder andere. De stokbien. Mechelse trossen als ras. De derde jongen hek slaat, bladgewassen slaat en spinazie en dat soort dingen. Nou, en dan kom ik bij de wortelgewassen, de simmerwortelen, de bieten, van alles en nog wat. Ik zit hier al ongeveer 20 jaar, dat schat ik niet. Dit is een hoekje tuin van 1200 vierkante meter. Vroeger, toen ik nog een jongetje van hier, 10-11, we wenden in Wolvegie en daar hier een hele mooie grote stuk tuin erachter. En mijn hei die was altijd met die tuin bezig uit noordzaak. En de jermoede. Nou, en dat was het eerste. Voor mij is het. Is dat groen wat druk komt, dat voor mij en het grote geluk. Die beleving, dat is het. Dat is de kern. Ik hoop dat we eens een keer een normale simmer krijgen. Want vorig jaar hier in april en hartstikke warm en maaien weer koud. Als het vervelend is voor een tuinder, dan is het die wisseling. Elke keer is weer een nieuwe kans, dat beleef ik het. Het langst ben ik op een liter burgerijtje en buiten uit. En daar een steekje groen bij huis en een mooi vijverke en dergelijke. Het feit dat je lekker met de handen en met je geest hier werken kennen en in die groen bezig werken kennen, dat is het heerlijkste.